Papa, je hebt één foutje gehad hem eigenlijk, hè? Anders geef je deze aan mij. Dit is geen flap die oren, dit is dat is een collage. Dat weten jullie. Wat? Ja, maar zijn de suikerbuik eigenlijk een buik waar alle suiker zit? Ik wil groen. Echt waar? Ja. Ah, wat voel je nou in de buik dan? Ik wil. Wauw. Hey, hallo, welkom bij een challenge. En die Soma Challenge, we gaan een challenge doen samen met de washimals van Crayola. Dat zijn leuke diertjes die je zelf kunt inkleuren en daarna weer kan wassen. Vanuit washimals. Zijn, even kijken, 1, 2, 3, 4 figuurtjes. Een poedeltje zit erin. Er zit een katje zit erin, een hondje en nog een flapperhondje zit erin. Er zit natuurlijk een borsteltje in. Er zit een badkuipje in met douche. En natuurlijk kleurstiften die je uiteraard gewoon weer uit de kleding kunt wassen. Ja, maar papa, je hebt één foutje gehad hem eigenlijk, hè? Kom maar, geef je dingen aan mij. Dit is geen flap die oren, dit is dat is een konijntje. Dit is een konijn. Oh, is dat een konijntje? Ja, dat is een konijntje. Oh, je hebt helemaal gelijk. Sorry, het is een konijntje. Ja, papa? Ja, ik ga het even uitpakken. Laat ze die even allemaal zien. Oké. Ik maak hem even open. Zo. Oh, je hebt inderdaad helemaal gelijk. Het is echt een konijntje. Wat zei je ervan? Ja. Ik dacht dat het zo'n hondje was met die hele lange brede oren. Maar je ziet het aan zijn staartje. Het is echt een konijntje. Dus papa, jij altijd met je uitspraak. Papa weet en kan alles. Zullen we bij deze maar wijzen, ja? Het doos weg! Het kan bijna alles. En dit is een hond. Dat is een hondje. En dit is ook een hondje, een poedeltje. Ja, met heel veel kleur. Dit is een kat op. En dit is een kat. Hoe doet een kat eigenlijk, Jaden? Miauw. En hoe doet het hondje? Wof, 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 wof. En dit moeten we nog gebruiken. En hoe doet de knijn? Oh, het wordt nog slikker met de tanden. Die doet het niet. Die doet alleen maar met de tanden. Zo dus. Kijk, een duidelijke beschrijving hoe het werkt. Nou, een kind kan de was doen, letterlijk in dit geval. Want je kunt ze inkleuren, wassen en opnieuw inkleuren. En de ogen. Dit zijn de namen. Ze hebben ook nog namen. Dus even kijken. Dit is Glide. Glide. En dit is Pitch. En deze is Scooter. Scooter, back in the house. Yeah. Maar we mogen ook zelf een naam bedenken, als je dus dat niet meer weet. Jij mag hem je eigen naam geven, ja. Je hebt ook nog Fiona, Missy en Wilbur en Figaro. Alleen die zitten niet in dit pakket. Daar kun je een ander pakketje voor kopen. De challenge gaat dus als volgt. We doen zeg maar een drie stiften challenge. Dus de kinderen zoeken daar drie stiften uit. En daarmee moeten ze gaan kleuren. Maar ook het figuurtje moeten ze blind pakken. Waardoor ze dus niet weten wat ze moeten gaan kleuren. En met welke kleuren ze moeten gaan kleuren. Ik heb een beetje, dus jij gaat je ogen dicht doen. Ik ga de beestjes even husselen van elkaar. Kijk eens eerst, ik heb het voor je. Hou dat maar voor je ogen. Ja, is... Je bent een beetje aan het spieken. Zo. Eén hand ervoor. Nee, boven de ogen één hand ervoor juist. En dan gaan we eentje zoeken. Ik mis het. Je mag voelen. Zag het. Kijk, hij mag voelen. Dat mag. Yes, die wil ik net hebben. Nou, goed zo. Mooi, dat is dan. Glide, dus Glide mag jij gaan kleuren met drie stiften. We hebben zes stiften erbij. Okay. Dan mag je er drie uitzoeken, maar ook hierbij doe je je ogen dicht. Oké, maar papa, ik noem me niet Glide, maar ik noem me Nicky. Noem jij maar Nicky, hoe jij het wilt. Oké, Nicky. Ik ga je tekenen. Hij is je nog niet vergeten, Nicky. Ze hebben ook een rijtje. Oké, Jason. Ik vertrouw hem niet. Ik doe het even andersom. Dan zie je minder goed welke kleur het zijn. Eentje eruit gepakt en doe je hem erbij, ja? Ja, dat is één. Oké. Okay. En nou de ander. Ja, je kan kijken wat je wil, maar je hebt hem nou gekozen. Dat is twee. Ja. Daar, nou dan mag jij het gaan doen. Deze kleuren mag je niet meer. Jee, die kleuren mag ik ook hebben. Oh.
krijg je leuks daar. Hoi, Veron. Zo. Let the challenge begin. Oftewel, u mag starten. Laat op, heel mooie liefje. De kijkertjes die gaan bepalen welke het mooiste is en ja, welke niet. Maar de meeste stemmen gelden. Ja, de meeste stemmen gelden. Dus de kijkers bepalen wie er wint. Ja, ik durf niet te tekenen, maar ik ben echt heel erg lustig bij dieren te tekenen. Ja. Eerste rondje heb ik al getekend. Dus dit ding krijg ik niet open, man. U kan het dopjes ook al hier even af laten liggen. Zo. Is dat een dartbord op het achterkant van het konijntje? Nee. Is die effect daar? Is dat misschien de navel? Nee. Op de rug? Ja. Is dat een paal? Is dat op de rug die vast zit te plakken? Nee. Oh, oké. Is dat een rondje die mooi is, hè? Laat Jason geconcentreerd eventjes gaan kleuren. Ik ben best wel geconcentreerd bezig. En dat kan je niet vertellen als jij geconcentreerd bezig bent? Ik kan niet vertellen. Oké. Ik doe net als ik bij Fortnite in een gevecht zit, ben ik ook geconcentreerd. Dan ben ik altijd aan het trainen. Oh, is dat zo? Hoe oud ben jij eigenlijk dan? Dat weten jullie niet. Wat? 8. Ben je 8? Ja, dat is. Oh. Mama, hier. En als je de 8 omdraait dan? Wat heb je dan voor een getal? Omdraait, dan heb je 7. De. Jason, als je getal 8 omdraait, wat heb je dan? Ah, ik heb het niet goed verstaan. Ook 8. Juist, Jason. Dan heb je ook 8, ja. Gaat het een beetje lukken? Dat is een oog. Een oog? Op een rug. Zet die ogen op de rug? Nee, dat is eigenlijk voor het effect. Dat weet je. En dit is dan eigenlijk. En dit is dan eigenlijk geverfd toen. Papa wel over. Oké. Dit is geverfd toen. Papa ziet namelijk altijd alles. Wat zie je dan achter je? De deur. Niet. Je ziet aan een stoel. Je zit vast. Je zit in een stoel. Dan zie je alleen met zwart van de stoel. Dit is een variant. Doorkleuren. Dus ik snap het. Wat zie je naast jou? En we kunnen zijn dat je zo zit. Ja, Jan, dat dacht ik. Met 2 kleuren tegelijk. Zo. Ja, dat zijn maar onze kleuren wangetjes. Ja, iedereen ervan, laat ons zeggen. Oh, ja, dat is waar, ja. Je hebt helemaal gelijk. Ja, schat, hij leek sprekend op jou. Niet zo erg, dan maak ik met je wangen. Laat hem maar eens zien hier aan de camera. Ja. Kijk, wow. Dit zijn onze wangen. Mooi, hè? Ja. Dit zijn zo'n rondje, dan is dat ook op de verpakking. Kijk, wacht. Kom eens, kijk hierop. Kijk het verschil. Oh, dat had je wel heel goed onthouden dan, hè? Ja, maar wacht. Ik heb moeite. Kijk het verschil. Ja, die lijkt ook wel op Jalisha. Hij had een iets boller toetje. Oké, dan is het tijd voor de tweede ronde. Jalisha is aan de beurt. We gaan even alles een beetje wisselen. Ik zou zeggen, pak er maar 1. Prima, dat wordt hem. Yes! Yes, ik wou die! Het katje! Wow, het katje. Ik mocht niet kijken naar de kleuren. Moet het doekje weer? Oké, de kleuren. Pak maar de eerste kleur. Ah ja. Ja, dat is 1. Oké, pak nog maar een kleur. Ja, oké. En dan mag je nog 1 kleur pakken. Oké, ja. Giraf! Dat wordt een uitdaging, hè? Ja! Jij wou een blinddoek! Jalisha, haar lievelingskleur is grijs. Iets waar ze totaal niets mee heeft, is met de kleur grijs. Sorry, oma. Maar ik denk dat jij er al van kan maken, schat. Jij bent zo creatief. Jij kan hier wat mee. Oké. Want jij hebt natuurlijk ook nog paars en groen, dus... Ik hou dit echt niet van deze kleuren. Van grijs, net en deze, schat. Ik wel! Ja, maar jij bent dadelijk naar de beurt. En niet nu. Ik ga beginnen. Ga maar wat moois van maken. Jij kan dat. En daarom is het ook een challenge, hè. Het is een uitdaging. Als het makkelijk geweest was, dan was er niks aan geweest. Maar ik hoop als ik groen krijg.
Sta maar voor hem voor mij en mijn is de mooiste. Maar je moet de grond voor zetten. En als ik voorpak, geef ik meteen grond. Oh, kleine voetelaar. Niet. Dan weet je precies wie je bent, hè, meneer Koet. Sorry. Je lijkt precies op je vader, ook koetje. Een suikerbuik. Alle suikerbuiken spelen vals. Ja, dan hebben we niet alle koetjes en leugenaren. Nee. Kom nou. Suikerbuiken. Suikerbuikjes. Ja, maar zijn de suikerbuiken eigenlijk een buik waar alle suiker in zit? Ja. Kijk maar naar mama. Oké. Mooi hoor. Vind jij jezelf lollig? Ja. Nee, ik ga het proberen. Een suikerbuik. Die is suiker in de buik. Ja. Hé, hey, dacht je wat de naam Koet betekent in Den Burgs? Koet. Wat betekent dat? Een bullenbak. Hey, wat is dit? Ik kan het. Ja, dit vind ik heel onsportief. Nee. En jullie kunnen de winnaar natuurlijk uitzoeken door de naam van degene die gewonnen heeft neer te zetten op ons Insta of op ons Facebookpagina. Dus ik zou zeggen, allemaal heel snel een naam in toetsen. Nee, dat zou oneerlijk zijn, want jij hebt het nog niet gedaan. Als Jayda dadelijk klaar is. Het gaat. Tuurlijk. Ja. We mogen Jayden niet vergeten, want Jayden is zo zenuwachtig. Ja. Of valt het nou mee? Ik ben zo zenuwachtig. Kijk nou, staan dan. Vandaar zijn het die sketches ook zo leuk om te maken, hè? Ja. Acteerwerk tot en met, hè jongens? Ik ga jullie later naar de acteurschool sturen. Maar ik denk dat jullie daar zo geslaagd zijn. Janice doet nou grijs erbij gebruiken. Zien jullie dat, jongens? Oh, ja, ja. Zie je dat, Jayden? Janice doet er nou wel grijs bij gebruiken. Oh, ik zie je dat, Jayden? Ze speelt gewoon volgens de regels, Jayden. Mooie grijze ogen heeft ze gemaakt. Ja. Ben je nou klaar? Ik ben klaar. Mooi, dan gaan we naar de laatste kandidaat. Laat hem eerst maar eens kijken voor de camera. Laat hem maar een rondje draaien. Wauw. Mooi hoor. Jelisje doet me niet in de kleding afvegen. Oh, dat maakt me deze niet uit. Want deze verf van die stift die kun je uitwassen. Ook ja. Uit de kleding. Heel ja. Makkelijk. Maar toch niet doen. Goed, de laatste kandidaat. Wat daar waren we gebleven. Jayden. Ogen dicht. En jij moet eentje uitzoeken. Ik ga ze draaien. 1, 2, 3. Oké. Ja, pak maar. Je hebt er één. Stop! Welke kleur wil je het liefste? Groen. Groen. Oké. Okay. En welke kleur wil je daarna het liefste? Roze. Roze. Oké. Okay. Ja, ga maar gokken. Papa. Ja? Papa. Mag ik kijken? Ja. Weet je, papa deed die roze en dan die groene wij. Dat is vals spelen! Aan mij helemaal een nieuws, gast. Dat ben ik ook. Oké, poging nummer 2. Ja, die wil jij. Nee, ja, die wil jij. Ja, die wil jij. Jij hebt zeker geluk vandaag. Heel! Ik heb ook geluk vandaag. Kleur maar! Nou, start er maar. Jokker, daar moet niks van maken. Serene! Zij dat ze zien de haatste. Wat dit is een logo van de politie. Politie? Is dat een politiehondje? Ja. Een hartje. Een hartje. Het een politiehondje? Ja. Vind het leuk. Ah, wat is dat dan op de boom wat het hoogt? Het is zwaarlicht. Ja. De staart. Als. Maak je alles van groen? Streep, nee. Ik gebruik ook andere kleuren. Alleen deze twee. Die mag ook. Zijn lievelingskleur is groen, hè? Dus het meeste zal wel groen zijn. En hier kan hij uitblassen. Nou, dan kan hij eruit plassen. Ja. Kijk eens aan. Nou. Ik ga hem helemaal kleuren. Ga je hem helemaal kleuren, Mario? Doe maar hoe jij het wil hebben. Nee.
Moet je al drukken doen, anders gaat het kapot, de stift. Je drukt hem helemaal binnen naar binnen. Ja, die stiften kunnen we wel wat hebben hoor, schat. Het zijn goede stiften dit. Kijk, dan gaat alleen maar even naar binnen, komt hij weer omhoog. Doe nog een paar stippeltjes op de poot en dan ben je klaar. Maar ik wil één rondje maken. Dit is een ballon. Oké, schat. Nou, kijk eens, nou is hij prachtig, jongen. En zo ziet hij uiteindelijk van Jadentje eruit. Ook heel erg mooi. We doen nog één keer een resume. Jason, Jalicia, Jaden. Dit waren ze. Wat een mooie aan dit spul is. Je kunt ze wassen en dan kun je ze opnieuw gaan kleuren. Dus wat gaan wij doen? We gaan de badkuip vullen met water. Jason was als eerste begonnen, dus we gaan als eerste ook zijn konijntje weer schoon schrobben. Sorry jongen, maar het is waar. Maar wel leuk. Sorry jongen, maar ik vind het wel leuk. Ja, inderdaad, dan komt er water uit. En dan kun je hem goed schoon schrobben. Zie je dat, hoe makkelijk het er weer vanaf gaat? Dan is hij weer helemaal wit. En dan kun je hem gewoon weer helemaal opnieuw kleuren. Ik heb best hem helemaal. Ja, je moet harder schrobben. Ik moet hem hierin laten staan. Kijk, dan doe je het zo. Let op. Zo, dan doe je... Mag ik je laat? Ja, kom. Kijk eens hoe mooi schoon hij weer is. Nou, dan mag de volgende. En dat is... Jalicia, jouw poesje. Dag, lieve schat. Er komt niet meer zoveel water uit. Kijk, je hoeft niet eens hard te drukken. Het gaat er al vanaf. Zo makkelijk gaat dat. Klaar. Mooi, de laatste moet dan schoongemaakt worden. En dat is dit vieze hondje, die van Jaden. Ik vind het helemaal niet zo erg hoor. Dat hij... Kijk, dit is een goede manier. Kijk, mijn hondje gaat zelf schoon. Ik hoef die post nog eens niet te gebruiken. Maar zo makkelijk gaat het. Wat een fijn spul, hè? Ja. Het gaat zo makkelijk eraf dat ik het laat afdrogen en morgen weer verder gaat. Fijn. Even door die bovenkant hier. Poesten. Dan wordt het... Is het helemaal schoon. Zo, klaar. Nou, vonden jullie dit een leuke video? Ja, het vergeet je op belletje drukken. En morgen opnieuw zijn we weer. Lieve vrienden, bedankt voor het kijken van deze video. Als je nog niet geabonneerd bent, doe het eventjes snel. En vergeet natuurlijk heel even het belletje niet, hè. Tot de volgende keer.